De Roslaag in Herten is maandagochtend een tijd lang afgesloten geweest nadat er bij werkzaamheden een gasleiding werden geraakt. Brandweer werden ingeschakeld en die hebben de straat afgesloten. In Exit zit later op de ochtend de gasleiding afgesloten en de leiding daarna gerepareerd. Volgens de brandweerminister ter plaatse ging het om een kleine lekkage. Gevolg voor de omgeving is er dan ook niet geweest.